Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video vanaf het EA Capture Event in Londen. Vandaag heb ik echt een doorgedraaide video. Het is me gelukt, ik ga zo nog vertellen hoe precies, om een aantal zieke icons in bezit te krijgen met een paar echte hoogtepunten. En ik heb een ex-eredivisie team gemaakt. Ik noem het een insane ex-eredivisie team, omdat ik niet weet of het het best mogelijke ex-eredivisie team is. Omdat ik ook niet altijd precies weet welke spelers nou wel of niet ergens hebben gevoetbald. Want ja, zolang ze ex-PSV zijn weet ik het vaak wel, maar andere teams durf ik het niet met zekerheid te zeggen. Alsnog is het een superziek team. Het bestaat maar liefst uit 2, 4, 6 icons. En nog 2 icons op de bank. En verder een hele hoop gouden spelers die ook wel leuk zijn van vroeger uit. We beginnen maar gewoon meteen met de allereerste icon. Dat is Edwin van der Sar in de goal. Je kunt het hier ook zien. Icon profile. Heeft natuurlijk bij Ajax gespeeld. Dat weten we allemaal. 312 wedstrijden. Dit is de 87 rating. Deze komt uit zijn jongere jaren. Dus echt uit zijn Ajax jaren. Dat zie je ook aan de foto. De foto's zijn natuurlijk anders. Ik weet niet hoe hoog zijn hoogste rating is. Maar zijn 87. Om mee te beginnen. Ex-Ajax. Ziek. Door naar de rechtsback. Die heeft natuurlijk tot voor kort, eigenlijk tot vorig seizoen nog in de Eredivisie gespeeld. Is nu naar Roma. Ricky Karsdorp. Ja, leuke kaart. 87 pace. Leuke upgrade gekregen volgens mij ook. En ook al terecht. Natuurlijk goed seizoen gedaan bij Feyenoord. Verdiende transfer. Nu bij Roma. Verdedigend eigenlijk zijn de enige gouden in ons team. Stefan de Vrij ook. Van Feyenoord afkomstig, natuurlijk nu al zijn tweede of derde seizoen of zo al bij Lazio Roma. Ja, allround prima centerback voor het Nederlandse begrip in ieder geval. Verder nog Toby Alderweireld, want dit jaar jawel, geen icons meer of legends op centerback. Natuurlijk de boer is weg, maar nu wel Toby Alderweireld, 86 rated. Kijk even naar de kaart, goeie centerback. Ex-Ajax ziek natuurlijk. Op linksback ook een ex-Ajax ziek, Daley Blind. Ja, 60 pace van linksback, ja, is natuurlijk kut. Overigens had ik ook nog Felipe Luis als optioneel ex-Ajax linksback ook. Maar die heeft 0 wedstrijden voor Ajax gespeeld. Dus vind ik niet helemaal tellen. Hij heeft er wel onder contract te staan. Hij was een half seizoen of een heel seizoen uitgehuurd. Maar zo gezegd nooit gespeeld. Nou, dat is later wel anders gebleken. Die heeft zich wel ontpopt tot een hele goede speler. Maar vind ik niet echt ex-Eredivisie. Omdat hij nooit minuten heeft gemaakt in de Eredivisie. Dan door naar het middenveld. En daar begint het heel leuk te worden. Ruud Gullit. Wel de slechtste kaart van Ruud Gullit die er is in het spel. Maar alsnog, ik heb hem zelf gepakt. Vind ik wel leuk. Zijn eigen profile, dan zie je. Hij heeft inderdaad van Feyenoord gespeeld. En hij heeft voor PSV gespeeld. Deze kaart komt ook uit zijn jongere jaren. 85 wedstrijden van Feyenoord. En 68 voor PSV. Veel gescoord, ook 77 keer in totaal in de Eredivisie keer gescoord. Dat is best ziek. Ik weet niet of die statistieken alleen uit de Eredivisie komen of ook uit Europees. Maar goede speler. Hij is zo fijn. Die stad zijn zo ziek. Eigenlijk behalve Fisco alles boven de 80. En dat van 86 rated is gewoon insane. Dan volgens Frankie Rijkaard. Ook heb ik die toevallig zelf gepakt. Wel laag rated volgens mij heeft Mark en Matthijs deze kaart ook gepakt. 86 rated. Dikke prima. Gewoon, ja, CDM een degelijke 70 pace, 81 physical, 86 defending. Ook hij heeft natuurlijk een verleden gehad bij Ajax, tot 2 maal toe zelfs. De eerste keer heeft hij dat 7 jaar gespeeld en daarna is hij ook nog voor 2 seizoenen teruggekomen. De andere middenvelder, ook ex-Ajax-ziet. Het is niet te geloven, joh. We hebben een ex-PSV Feyenoorder en 2 ex-Ajax-zieden. Met Christian Eriksen, 87 gereden natuurlijk. Saka dit jaar is volgens mij insane. Vorig jaar die Team of the Season was ik dikke fan van. En als ex-Ajax-ziet ook een plekje in ons ex-Eredivisie-team. Op kam hebben we de gepakte Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, Don Milo. Milo heeft deze gepakt, 90 rated, echt insane. High medium, 4-star weak foot, 4-star skill moves, checks de stats, 89 shooting, 88 dribbling, 85 pace, ongelooflijk. Natuurlijk ex-Ajax, heeft niet veel clubs gehad, 7 jaar voor Ajax gespeeld, daarna nog Inter en Arsenal. Dan door naar de eerste spits met een Feyenoord verleden, met maar liefst 150 wedstrijden bijna, ja, 149 wedstrijden voor Feyenoord. Niemand anders dan Henrik Larsson, echt ziek ook. 90 rated. Deze hebben we gejat, deze speler. We zijn alle consoles afgegaan van mensen die hier waren. Hebben gestolen. En de laatste speler die we ook hebben gestolen. En ik moet het niet te hard zeggen, want hij is hem dus kwijt. Kazubi heeft ermee gespeeld en ik ook. En hij is nog steeds op zoek naar die speler. En we hebben hem gewoon van genakt. Het was een van de Kaulo Spanjaard die gisteren al de icons van Bassie en mij had gejat. En ook volgens mij nog van iemand anders. Ja, dus wij hebben gewoon hetzelfde gedaan. Ronaldo, Luis, Nazario, de Lima. 90 rated, 94 pace, 90 shooting, 91 dribbelen. Deze guy is insane. Wel maar 4-star weak foot. Hij heeft 4-star weak foot en maar 4-star skill moves. Wat ik best wel apart vind. Maar oké, misschien dat hij er 5 verdient. Ja, we weten het allemaal natuurlijk. Ex-PSV'er. Het staat hier ook. Ronaldo joined the Dutch side PSV where he dominated despite his young age. Hij kwam op vroege leeftijd naar Eindhoven toe. En daar heeft hij zichzelf gemaakt. Daarna nog Barca, Inter. Die destijds heel groot waren. Real en AC Milan nog gespeeld. Nee, man is natuurlijk gemaakt in de Eredivisie. En dan is dit het uiteindelijke ex-Eredivisie team. En dan beseft dat we op de bank hebben we nog een Kevin Strootman. Afkomstig PSV. Schneider natuurlijk van
bekend van de club bij Ajax, Kluivert, Ajax en PSV verleden. Eén seizoen in PSV werd hij overigens wel kampioen, just saying. Verder hebben we nog Laudrup, die ook afkomstig is, die ook een verleden heeft bij Ajax. Zijn laatste seizoen heeft zijn carrière afgesloten bij Ajax. Verder hebben we dus Felipe Luis, die heb ik al behandeld. Mertens, PSV, Robben, FC Groningen, PSV, Dembele natuurlijk AZ. En hier zit ook nog Jetro Willems. Er zijn nog veel meer ex-Eredivisie-spelers natuurlijk. Maar dit is die we in ons team hebben. En we gaan vandaag het potje spelen tegen niemand anders dan Alex, oftewel Kazooi. Ja, leuke Alex. Welkom trouwens. Yes. Jij hebt natuurlijk inmiddels ook een Nederlands kanaal. Wat was het? Inderdaad, Kazooi FC. Kazooi FC, links zit in de beschrijving. Wellicht kennen jullie wel van zijn Engelse kanaal. Ik ken hem wel van zijn Engelse kanaal. Ja, altijd al die compilations, celebration compilations, goal compilations, alles. Ook van FIFA 18 weer. Ik heb hem stiekem al gezien. Ik heb al 800 keer gezegd dat ik hem vet vond. Ja, ik heb gewoon gegript en gewoon stiekem gekregen. Ja, hij is sick. Ga het zeker checken. En nu ga ik je gewoon FIFA les geven. Kijk, en dan is het teamnaampje als skill. En dan, ja, zeg ja. Dan doet dat mij al heel erg huilen eigenlijk van binnen. Oh, Ajax. Ik kan het zeggen, die gaan niet gebruiken, maat. Ex-Eredivisie, maar dat betekent niet dat ik opeens met Ajax kit ga spelen. Check even het team. Ja, ik wist al dat je Pelé had. En Ronaldinho. Die hebben overigens genakt van dezelfde guy. Net als Roberto Carlos. En je hebt ook nog Ochoa, Ronaldo. Ja, je hebt ook geen misselijk team. Paar skillers daar zo. Ja, kijk, check mijn verdediging. Ja, Stefan de Vrij. Die foto van de Sarre. Die foto van de Sarre is zo geweldig. Nou, maat, ik wens je het allerbeste toe. Ja, dankjewel. Ik hoop dat mijn hart een beetje gespaard wordt. Succes, jongen. Het chillen is dat je wel gewoon Ronaldo kan schreeuwen zonder dat zij doorhebben dat het over de Braziliaanse gaat. Want zij denken gewoon dat ik Cristiano ben. Ja, precies. Maar daar gaat hij al. Oh, Ronaldo. Sorry. Oh nee. Dat meen je niet, hè? Ronaldo, het is al 1-0. Ja, maar kijk, weet, dat is zeg maar het probleem met FIFA 18, vind ik. Jij geeft één steekbal door de lucht en heel mijn verdediging ligt open. Maar moet ik wel zeggen dat Ronaldo, Nazario, Dalima... Ja, dat wel. Maar ja, ik bedoel... Het leuke vind ik, wat dus is, je hebt dus drie versies van zijn carrière. En dit is zijn jonge versie. Ja. En ze zien er in-game ook alle drie anders uit. Maar dit is dus ook de versie zoals hij denk ik bij PSV speelde. Ja, precies. Dit is gewoon zijn PSV, dat is extra leuk, vind ik. Ja, leuk. Vind ik gewoon leuk. Het is bij Laudrup bijvoorbeeld niet. Nee, dat is echt alleen bij de nieuwere versies volgens mij. Ja, met Pelé en zo ook. Ja, het is echt niet normaal. Oh, wat een slecht shot. Zeg het bij Ramos. Ja, wat gebeurde er? Beukte even je spelers om. Oh, dat was ziek slecht shot. Ja, en dan liggen ze. Lul. Lijkt me echt leuk om aan het eind van de dag die Ronaldo terug te geven aan die guy. Oh, wij hadden hem heel de dag. Doei. Spelen een beetje goed? Nee. Ik vind het tegenvallen. Tegenvallen, ja? Ja, hij is heel zwak. Ja, dit is de, hoeveel reed het? 91. Nou, dan heb ik nog een 98. Ja, en een 95. Nee, daar ga je niet mee. Lasson. Oh, goed gepakt zeg. Dan alsnog, Larsson. Ja, nu wel. Ja, kom op, joh. Larssonnetje. Wat kan ik er tegen doen? Ja, niks. Ik ben gewoon goed. Nee. Hij heeft wel een mooi fluit. Ja, hele mooie fluit. De Final Legend en de PSV Legend doen het dan toch wel even. Ik vind het echt ziek dat ik gewoon met hem kan spelen, man. Met die Ronaldo. Waarschijnlijk is dit de enige keer dit jaar. Ja, misschien zo'n goedkope zo'n slechte versie dat nog wel lukt. Maar ik denk dat zijn goede versie echt onhaalbaar wordt. Dan gaan we weer. Larsson, op Bergkamp. Hier, tjie. Oh, ben je er weer doorheen, hè? Echt niet te geloven. Cheeky. Oh. Zou ik ook even skill moves doen? Ronaldo Lima. Oh. Ronaldo. Oh, goal. Hoe doe je man een catch challenge? Jantje. L2 en dan omhoog houden. Dit, ik vind dit zo'n vette celebration. Die is echt groot. Ja, het is wel 3-0 na een half uur. Ja, het is Jantje. Het is eigenlijk gewoon klaar. Hij moet je reeds kutten, man. Ik heb gewoon 0 kansen gehad, hè. Gewoon 0. Nee, ik blijf wel moeilijk. Ah, oh! Het zit ook wel niet mee, moeten we zeggen. Eriksen! Holy shit, gast. Het is ook wel alles wat ik probeer gaat erin. Ik zie het een keer, Christian Eriksen. Geweldig schot. Rammel Larsson. Oh, mooi gevoetbald. Oh, mooi. Elke paas die ik geef, die wordt onderschept door jou. Oh. Ja, tweede afwoord van mij, let maar op. Oké, okay. Nee! Oh, Rijkaartje! Ik wil het niet zeggen, maar... I'm all over you. Hey, love it. Ex-Eredivisie. Zeg maar, de Eredivisie van vroeger laat zien hoe goed het eigenlijk was. Maar dat laat ook meteen zien hoe slecht het eigenlijk nu is. Ja, het laat ook zien dat die Brazilianen er eigenlijk helemaal geen kloten van kunnen. En de Brazilianen alleen? Nou ja, niet alleen, maar voorin bijna wel. Nee. Oh! Jongen, hij mist gewoon de Sar. Dus even rustig, man. Oh, skill move erop. Nee, Boemen. Dat ga je niet meenemen. Nee! Ik ga helemaal druk, hè? Helemaal druk op rondje. Het werkt gewoon niet. Ligt het aan jou of ligt het aan dat Ronaldo zo goed is? Ja, ligt aan mij. Ik ben heel slecht in verdedigen. Ja, Ronaldo is ook wel heel goed. Ja, dat moet ik hem ook geven. Maar kijk deze. Deze was wel heel lekker. Dat is echt, 5-0! Ik denk dat ik 3 keer op goal heb geschoten van afstand. En die gingen alle 3 in. Oh, nee. Bruh. Dat wil je. Ja, dan wil ik gewoon weer te moe. Hoe is die Blind zo sterk, jongen? Hij weet dat Blind is een legend. Ik denk dat Blind over 3 jaar ook een icon krijgt. Als hij stopt met voetballen. Zo, wat een tackle. Toby Alderweireld, koude goeie.
Kijk dan. Ja, joh, en dan beukt het. Wat een gast. Ochoa. Hoe is Ochoa? Als je Toby Alderweireld hebt. Maar kom met de Carlos. Sappa. Ja, ja. Lekker hoor. Roberto Carlos. Comeback. Comeback. Nee. Nee, nee, nee. Niet zo. Nee. Jij hebt al eens zo'n zieke goal tegen me gemaakt. Wil ik niet nog een keer. Oh, jongen. We gaan iets geks doen. En dan. Oh, gast. Schilder zo'n klein beetje. Als deze erin was gegaan, had ik zeg maar alsnog verloren. Zeg maar mentaal. Ja, eigenlijk wel, hè. Finesse shotje. Nee! Oh, heerlijk. Dino. In de kruishoek. Van hem kun je hem accepteren. Dab, nee, dab, dit ging niet. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Alex, jou ook bedankt. Ronaldo neemt de bal, die gaat hij meenemen. Meenemen. Dat is natuurlijk Ronaldo Lima, want hij is echt geweldig. Hij heeft 3 keer gescoord. Logisch, want hij neemt de bal mee. Zo gezegd, ken je Alex nog niet? Check even zijn kanaal. Je hebt een squadbeelden met dat Braziliaans team, met ook Ronaldo. En exact. Jij doet er leukere dingen mee dan alleen maar schieten zoals ik. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren voor meer FIFA 18. Tot de volgende keer. En later, mensen. Later.